Oh, dit ging mij een beetje veel te snel! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.3.3. Ik ben er weer, Zelda Play 20. Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we een beetje te veel risico genomen met het verslaan van een baas. En hebben we dus helaas een challenge niet... Oké. Hebben we de challenge helaas dus niet af kunnen maken, maar dat komt nog wel in een keertje tot we alle drie de mechanical bosses of zo gaan doen. Maar dit ding gaat snel. Leuk. Voordat we dadelijk in één keer Back to the Future reference zien van hier tot met Tokyo gaan krijgen. Goed, ik ben heel eventjes naar de oceaan gegaan, want wij hebben namelijk hier nog eventjes iets te gaan halen. Ik wil namelijk dolgraag de Mega Shark gaan maken. En daarvoor hebben wij nog het een en ander nodig. Voornamelijk, haaienvinnensoep. Dus, oh boy. Mag ik heel even... Ga weg. Voornamelijk hebben we dus zeg maar vinnen nog nodig, maar wat we ook nodig hebben, dat zijn nog de illegal gun parts en alles. Dus, maar die gaan we zeker nog wel gaan krijgen, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar ik wil dat niet deze aflevering gaan laten vullen, dus ik zie jullie even in een seconde. Okidokie, we hebben er nou voor gezorgd dat we dus genoeg vins hebben, maar ik wil ook nog heel eventjes de Excalibur heel eventjes aanpassen. Dus even kijken of we hier nog iets goeds uit kunnen krijgen. Forceful, nee. Bulky. Nah. Superior. Daar doen we net voor. Oké, we hadden dus ook nog eens in de kitchen een slow pickaxe. Dit is weer cheap. Knockback. Nee, we willen echt speed omhoog hebben. Nee. Kom op. 14% extra damage. Doe ik het voor. Ik bedoel serieus, als je aan het mijnen bent en je doet extra damage, dat is toch ook altijd fijn. Dus, en trouwens, dat doet me nog aan het denken, want Jamal. Hem een pickaxe, jongen. Ik bedoel serieus, doe er iets leuks mee. Ga eens met een pickaxe doen. Oh, en nou we nog hier bezig zijn, neem eventjes wat glowsticks. Goed, de nacht is er bijna, want we willen dadelijk dus zeker iets bij hem gaan kopen. En oh, wacht eventjes, mijn spawnpoint is geremoved. Whoops. Dank je. Wat ik eventjes wil doen is, ik denk dat ik heel eventjes langs de desert gaan. Wel eventjes wat palmwoeten gaan halen. Want ik denk ondertussen dat het wel tijd is om eventjes ons huisje daar, als een fisherman's huisje te gaan maken. Ik bedoel, die bovenverdieping is nog niet af. Oef, oei, stoute ik dat ik daar helemaal vergeten ben. Misschien zijn er nog wel wat leuke dice die we nog niet te pakken hebben gekregen. Ik weet dat we naar de jungle toe moeten, maar alles heeft eventjes een tijd. En ik weet het, we hebben namelijk nog een heleboel bouwprojecten die ik zou doen. En ik denk dat daar een beetje naar de tijd voor is gekomen. En ik weet het, is bijna avond, maar lekker belangrijk. Ik bedoel, serieus. Er is nog zoveel dat we kunnen doen. Dus laten we eens al eventjes wat palmwood gaan verzamelen. En misschien komen we wel hier die nieuwe vijand tegen, wie weet. Ik bedoel, serieus, moet je kijken hoeveel... Oh ja, trouwens, dat trucje met cactussen, dat werkt helaas niet met, met de palmbomen. Dat moet je dus helaas wel doen, dan moet je dus helaas wel de bomen doen. Dan vraag ik me even af, want zand valt, dus als ik dat blokje daaronder naar mine... Nee, het wordt gewoon in één keer spontaan massief. Hoi. Wordt gewoon in één keer spontaan massief hout. En als je dan denkt bij je eigen van, maar hoe kun je nou hout hakken met een pickaxe? Heel erg simpel. Dit is... Wat ben jij? Een ghoul. Oh. Dit is een pickaxe axe. Oftewel, hier zit ook een axe in verwerkt. Dus twee voor de prijs van één. Hartstikke handig. Nou, en ondertussen, ik ga heel eventjes dit snel eventjes mijnen. En dan zie ik jullie weer eventjes in een seconde zoals altijd. Want je moet toch heel eventjes gemined worden dit. Oké, er spant hier ondertussen echt van alles. Ik probeer alleen maar mijn acorns hier omhoog te gooien. Tot ik weer de dingen terug kan planten. Maar er spannen hier nu zoveel vijanden. Ik krijg geen kans om heel eventjes de seeds te selecteren. En om hier gewoon eventjes te planten. Daar krijg ik hier geen kans voor. Maar kijk wat voor zooi dat er allemaal hier spant. Oké, screw it. Het mag gewoon niet. Klaar. Jullie zijn duidelijk. Ik ga wel terug naar huis. Oeh, wat is dat?
Oh, ik dacht dat daar iets boeiend lag. Wat is het, een bladmoon in de desert? Goed, dan maar terug naar huis toe. Oké, wij hebben heel eventjes Jamal nodig. En echt serieus, wat heb ik allemaal gekregen? Oké, de Madame Blade, daar weet ik, daar hebben we helemaal geen ene rol aan. We hebben weer wat goodie bags. Pumpkin outfit, leuk. En rotten eggs, maar die kunnen verkocht worden. Die mogen daarbij. Ancient Clove, daar moet ik even Steve eventjes over informatie vragen. Used to make pink dye. Een sun mask. Hier moet ik Steve eventjes duiden over vragen, want daar heb ik dus geen verstand van. Summons a Variable Basilisk Mount. Die hebben we nog nooit gezien. Oké, de cactus. We hebben in ieder geval weer genoeg palmwood. We hebben deze, die moet ik zeker eventjes bijhouden. Maar wat we dus willen kopen zijn de illegal gun parts. Illegal gun parts die zijn heel erg belangrijk voor hetgene wat we willen maken. En dan vraag ik me af. Heb ik die nou hierin gedaan? Nee, dat is... Even kijken. Nee, dan zit hij nog steeds in ons wapenkistje. Dus we gaan eerst eventjes over naar ons wapenkistje. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat ding er dan uitziet. Ik bedoel, een Basilisk Mount. Leuk, denk ik. Maar ik bedoel, we hebben nou dan de bunny. Maar Jolteon, die krijgt dan een break of die krijgt een boost. Weet ik wel, hopelijk is hij dan sneller. Maar we gaan eerst eventjes kijken waar heb ik mijn minigun gelaten. Volgens mij de wapenstrooigeval. De mini shark. Voor mij een minigun. Goed, wij hebben dus 5 shark fins nodig, de illegal gun parts, souls of might. En daar hebben we hem, de mega shark. Nice. Nou, die gaat dus onze, ja, slow. Die gaat onze murderous clock assault rifle dus verplaatsen of aanpassen. Laten we heel eventjes kijken of we iets anders te pakken kunnen krijgen voordat ik hiermee verder ga. Want echt serieus. Smador. Be gentle, want ik weet dat dit een van de dure dingen is. Nou, valt nog. Ja, hij zit slow dus. Nou is hij nog erger. Dan is hij nog erger. Gelijk naar Godly. 35 range damage van Godly. Murderous. Godly. Er is weer, net zoals eerder, er is eentje beter volgens mij. Ik weet niet meer precies hoe dat die heet, maar die is iets beter. Maar ja, dat is de... Dit is een van de buffs die ik wil hebben. Hier gaan we het gewoon mee doen. Goed, nou, ik doe heel eventjes, nou alweer mijn inventory heel eventjes snel kleren. Toef. En ik ga eens heel eventjes kijken. Oeh, wij hadden die klofs. Oh nee, die hebben we nog niet. Steve! Makker! Wat kunnen wij met die klofs? Serieus, vertel eens. Kom op. Crafting. Wat kunnen wij hiermee maken? Een ancient headdress. Ancient garments. En ancient slacks. Gewoon vanity item. Kortom. Geef me een seconde. Sorry daarvoor. Maar goed, dit is dus behoorlijk waardeloos eigenlijk om te hebben. Ik bedoel serieus. Vanity item. Ik bedoel, wat denk je wat dit outfitje is? Ik ben een Eevee. Ik wil geen andere kleding dragen. Ik bedoel, serieus, hier ben ik blij om. Nou, laten we dan zelf eens kijken wat de basilisk is. Maar ik doe heel eventjes, eerst eventjes alle horde mode stuffs weer terug waar dat het hoort. Oké, ook nog een hele leuke combinatie om natuurlijk te hebben. Dat is de lens, de hallowed bars, de souls of sight en een black lens. En dan kunnen wij de optic staff maken. En de optic staff die zorgt ervoor tot onze espion. Jongens, serieus, ik heb een heel team van Eevees, we hoeven ze niet te vangen, we komen ze gewoon tegen. Onze espion kan dan eindelijk een soort van toekomstbeeld gebruiken, waardoor dat we dus 2 balletjes krijgen die ons overal gaan volgen en helpen. Serieus, ik moet hier gewoon iets verzinnen, jongens, kom op. Ik bedoel, jullie wouden graag alle evoluties, dan doen we dat ook. Oké, dan hebben we dus Leafeon, die moeten we nog. Leafeon, daar heb ik nog eentje voor in mijn hoofd zitten. En natuurlijk Sylveon, maar daar heb ik ook nog wel een ideetje voor. Dus maak je geen zorgen, we verzinnen alles erover. Maar deze, dat was zeker één ding wat ik wou gaan maken. Dus vandaag, goed, ik hou ze allebei bij me, dus no worries. Ik ga deze ook niet weghalen of iets ervan doen. Dus, maar wat ik wel van plan ben om te gaan doen, dat is om nu eindelijk dat huisje af te gaan maken van Mumee. Want anders krijg ik ruzie met Mumee, dan wordt hij boos op mij. Dan zegt hij van, verdorie, mijn huisje is toch TTF. Dus, laat ik daar maar zo snel mogelijk gaan beginnen. En laat ik ook nog maar heel eventjes de fishing quest gaan doen. Want ja, de nieuwe dag is aangebroken. En dat is altijd heel erg fijn als we de fishing quest gelijk kunnen doen. Maar goed, ik wil ook nou niet gaan knippen. Ik wil heel eventjes gaan kijken wat we nou dan kunnen maken. Oh ja, die moeten we ook trouwens nog verkopen. Oh ja, en hoe ziet deze eruit? Hij is snel. Waarschijnlijk heeft het te maken met een dash ability of zo. Dat hij
dingen kapot dasht. Hij heeft geen double jump. Hij is niet sneller. Nee, sorry, gaat hem niet worden. You've been replaced. Sterker nog, ik heb gelijk verkopen. Ik vind het een onding. Goed, dus 5 gold. Hoeveel is de fuzzy carrot? Nou ja, die kun je maar eentje krijgen namelijk. Dus die zou je niet willen verkopen. Nee, ik wil niet in de camera modus. Die is ook 5 gold. Ah. Shop. Kijk eens wat ik voor je heb. Nee, deze die zou ik niet verkopen. Dat had ik jullie beloofd. Hè. Die komt dadelijk speciaal ergens te zitten. Dus die verkopen we. En ik kan zelfs een mechanicals rot krijgen. Nee, leuk. Mimee, wat heb je voor ons? Underground en caverns. Nou vraag ik mij af, hebben wij in de underground een decent waterbeestje zitten? Nou ja, we kunnen hieronder, daar heb ik een keer gegraven om het water hier weg te halen. Ik denk dat dit wel decent genoeg is om te gaan wateren, dus om daar te gaan vissen. Dus laten we dan gewoon daar gaan vissen en zien of daar alles inderdaad wel okolidoki is. Dus underground en caverns, ik vind het best. Yoink. Nou, tweede vis die we vangen, dat is niet verkeerd. Ik bedoel, we hebben iets goed te maken met Mumee. Ik bedoel, hij was weggegaan omdat we die challenge niet gehaald hadden. En dat kan ik me eigenlijk best wel goed voorbegrijpen. Dus, eens even kijken. Waar ben je? Krijgen we nou eindelijk van jou de weather radio? Alsjeblieft, geef de weather radio. Crate potions. Joepie. Nou ja, we hebben een iron skin potion. Daar zeg ik nooit geen nee tegen. De cleansinator kunnen we... Oh ja, de teleporter. Daar heb ik ook nog een paar van nodig. 1, 2, 3. Oké, kun je die stacken? Ja hoor. 4, 5, 6. Goed. Laten we toch bij jou staan. Kijk eens, ik heb voor jou een heel erg mooi anker. Mag je hebben. Souvenirtje. Eens even kijken. We kunnen de steambanker... Oh ja, de Clentaminator. Die hebben we zeker eentje nodig. En daar kunnen we nog een hoek. Zouden we nog eventueel van kunnen kopen. We kunnen conveyor belts kunnen kopen. Blendomatic. Daar kunnen we dan dingen van craften. Heel veel nieuwe stuff die ze erin hebben gegooid. Vanity items. Heel erg leuk. Hebben we allemaal niet nodig. Goed. We hebben een paar dingen gekocht die ik wel wil gebruiken. Maar op dit moment niet echt nodig heb. Dus laten we eens heel eventjes het hout gaan pakken. En laten we heel eventjes het fisherman's huisje maar zo snel mogelijk af gaan maken. Want serieus, daar heb ik veel te lang mee gewacht. Oké, nou heel eventjes hier beginnen we met het achtergrondje. Dat is natuurlijk heel erg fijn als dat natuurlijk een van de eerste dingen is die klaargemaakt gaat worden. Wat ook heel erg belangrijk is, is om jullie heel eventjes updates over het kanaal te gaan vertellen. Ondertussen dat ik nou toch hier bezig ben met het bouwen van deze laatste verdieping hier eigenlijk. Als volgt, Terraria, hij blijft natuurlijk helemaal doorgaan tot het einde. Maak je daar geen zorgen over. Het is niet dat hij gecanceld gaat worden of iets. Maar ik ben helaas bang tot de serie die we met z'n drieën hebben gemaakt. Ja, totdat dus ook geen finish project is van multiplayer. Het is zo lastig met fulltime werken. En ook nog eens een keertje met de YouTube. Dat je dan andere projecten hebt lopen. En je probeert van alles. En kortom, ik heb daar dus nog geen zekerheid over of we überhaupt daar iets mee verder kunnen doen. Dus vast excuses daarvoor voor het ongemak. Het is heel erg treurig nieuws. Maar ik kan daar helaas op dit moment heel weinig aan veranderen. We hebben het allemaal hartstikke heel erg druk. En ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen begrijpen. Maar goed, ik heb dus een nieuw project hier staan. Ik heb het op mijn Facebook geplaatst. Heel veel die hadden dan gevraagd van... Oh ja, maar ik heb geen Facebook. Zou je me een berichtje kunnen sturen? Want ik dacht dat dat dus niet mogelijk was als je geen Facebook-account hebt. Nou blijkt het dus zo te zijn dat op het moment dat je gewoon op de Facebook-link klikt... je automatisch op mijn Facebook-kanaal komt. Of je nou een Facebook-account hebt of niet. En daar kun je dus nog steeds verschillende posts zien die geplaatst zijn. Dus je hoeft nog niet eens een Facebook-account te hebben. Je kunt gewoon de update zien wanneer dat je wil. En ja, daar staat dus het plan die na Terraria zeker gaat komen. Ik heb er nog eventjes over nagedacht. Ik heb verschillende tests gedaan. En ik ben zeer tevreden over het resultaat. 100%. Dus het gaat zeker komen. Wat ik daarmee van plan ben, gaat zeker komen. Dus nogmaals, gelieve niet te gaan spoilen wat het is. Ik wil echt dat mensen er zelf achter gaan komen tot waar dat er precies te doen is. Ik wil even een bench maken. Een bar die is niet nodig. Een barstoel die is niet nodig. Badkuip, die hadden we volgens mij al eentje.
Ik vind dat daar eigenlijk best wel een paar mannequins mogen staan. Niet voor alles, want ja, we willen natuurlijk nog een speciaal huisje maken voor al die leuke kostuumpjes die we hebben. Maar wel voor de teleporter, tot die wil ik daar eentje neerzetten. Tot we dus gewoon automatisch kunnen teleporteren daar naartoe wanneer dat we willen. De bench die wil ik hier neergezet, zodat het geclassified is als een huisje. En ja, ik wil hier ook een mooi raampje in hebben eigenlijk. Dus laten we weer eens heel eventjes een mooi raampje gaan maken. Maar ja, die serie die gaat dus zeker komen na Terraria. Twilight Princess die gaat ook nog gewoon door. Alleen ietsje minder dan normaal in verband met, ja... Nintendo die doet nogal op het moment een beetje moeilijk met opnames. Dus met dat programma. Dus die moet ik echt minder uploaden om minder gezeur erover te krijgen. Dus ik kan dat wel doen, maar ik kan helaas daar dus niet echt een dagelijkse upload van maken. Dus daar moet ik wel een beetje mee rekening houden. Dus dan zijn jullie daar ook van op de hoogte. Nou, we zullen even kijken. Daar heb ik gemeld. Even kijken. We hebben Flemmel hier. We hebben... Waar is dat? Waar is die andere toekomstbeeld? Oh. Is die nou denk ik weg? Is die footsie? Nou ja, ik wil nog heel eventjes kijken of dit nou trouwens geclassified is als een huis. Het mist nog een tafel. Er mag ook wel een dresser gaan komen. Ik vind dat er een dresser moet gaan komen. Ik moet wel eventjes opschieten, want anders is de summon tijd om. En dan hebben we één summon minder. En... Serieus, ik moet heel eerlijk zeggen, ik lees je echt, ik vind je awesome dat je gewoon geëvalueerd bent, zeg. Ik wist nog niet eens dat we in een ijsje cave of zo zaten, dus nooit geweten dat dat zo in één keer poef kon gebeuren. Dus ja, en eventjes dit en die mag weg en dan willen we dus nog heel eventjes een dressen maken. En volgens mij moet ik dat bij de sawmill doen. Palmwooddresser, kijk, die moet ik hebben. En wat ik dus heel erg belangrijk vind, is dat de fisherman outfit ook daar natuurlijk te vinden is. En de reden waarom dat ik er een teleporter wil hebben, is zodat we dan kunnen teleporteren van hieruit rechtstreeks naar de basis. Zonder dat we helemaal naar naartoe moeten lopen. Want oh, het is zo'n gigantische afstand. Dus dan vraag ik me even af, want dan kan ik dan zo mooi hier ergens plaatsen. Ik denk dat ik hem hier zo plaats. Dan komt daar een mooie schakelaar te staan. Hier doen we ook eventjes een dresser. En als ik me niet vergis... Ja, hij is nou suitable. Dat wou ik dus hebben. Oké, nou, dan zetten we dus hier eventjes een mannequin neer. Een lekker creepy. Die kan er gelijk thuis op kijken. Ik wil er hier eentje neerzetten. En natuurlijk bovenop deze plaats hier. Daar komt degene met de fisherman outfit. Dat vind ik dan het leukste. Dus laten we wel eventjes de fisherman outfit erbij pakken. Zo, deze erbij en die erbij. En we hebben zoveel beet. Waarom heb ik eigenlijk maar 80... Wij kunnen gewoon overgaan naar dit beet, serieus. Daar hebben we er 101 van. Jeez. Ah, we zouden op zich wel weer een keertje voor kunnen gaan kreetvissen, maar op zich hebben we dat niet meer nodig. Dus er is geen reden om nog een keer te gaan kreetvissen. Oké, nou dit kan daar komen, dit kan daar komen. Hoppakee, we hebben hier onze fisherman's huisje nou staan. En ik denk dat ik de teleporter eventjes ga combineren en tot we inderdaad een teleportatielocatie moeten gaan maken. Wat dus betekent dat al deze dingetjes hier weg gaan mogen, want dit had ik gepland als teleportatieruimte. Wat leuk. Oké, nou, even kijken. We hebben de drie die we hier neer kunnen zetten, dus laten we heel eventjes 1, 2, dit wordt lastig. Ja, gewoon zo. Op zich kan dat wel. 1, 2, 3. Nee, hier moet de... Gezondheid. Gezondheid. Schrik mij helemaal suf, joh. Zo, en dan kan er daar dadelijk ook nog wel later eentje komen. Goed, de reden waarom dat ik hier alle drie wil gaan plaatsen is omdat dit dus de teleportatieruimtes gaan worden. En net zoals al die banners, die wil ik allemaal gaan verhuizen. En ik wil hier dus een beetje met achtergrond een beetje een driedimensionaal idee gaan geven. Dat je dus echt, als je hier dan komt en je drukt dus bijvoorbeeld op het pijltje beneden tot dan tot je automatisch gaat teleporteren. Er is daar een manier voor en dat wil ik zeker jullie laten zien dus vandaag. Maar goed, laten we gewoon de eerste heel eventjes maken naar het fisherman's huisje. Dus die krijgt dan ook een achtergrond natuurlijk van het fisherman's huisje. En hier gaan wij enorm veel wires voor nodig hebben. Dus even kijken, dan moet ik eventjes naar de traps. Want ik heb hier dus nog drie geysers staan. En die geysers die wil ik zeker ook eventjes gaan plaatsen dadelijk bij. Weet je wat? Neem het gewoon allemaal mee. Neem het gewoon allemaal mee. Hop. Neem gewoon alles mee. Zo, die mag mee. Dat staat uit, want dat had ik uitgezet. Helemaal mooi.
Eens eventjes kijken. Dus deze. Nou is het dus heel erg belangrijk. Hoe gaan we dit aanpakken? Ik wil dus dat deze alleen maar naar de fisherman gaat. En ik denk dat de fisherman het leukste is om die de kleur geel te geven. Dus heel even kijken. Kan dat met de draden die we hier hebben? Komt dat hier niet in de clinch? Jullie zijn groen en rood. Jullie komen dan niet bij elkaar in de clinch. Mooi. Dus als ik me niet vergis, kan ik nou zeggen. Ja, geel, dat is goed. Geel willen we hebben. Dus dan kan ik zeggen als ik zo. Omhoog. Kijk, dan pakt hij automatisch daar de draden. En ik denk dat we zelfs extra draad nodig gaan hebben. Maar het leukste is, dit kan dus eindeloos. Hier hoeven we dus niet specifiek ergens voor te zijn. En zoals je dus kan zien, kan ik hem zo klikken. Maar ik heb te weinig draad. Nou, de reden waarom ik hem hierboven doe, is ik wil hem niet laten colliden met die andere switch die erin zit. Dus ik ga heel eventjes met draadjes bijkomen. Want dat is natuurlijk een van de belangrijke stufs die nou gedaan moet worden. Dus wacht eventjes. Die snol die zat niet hier. Die zat in een fisherman's huisje. Ik ben niet dom. Ik ging helemaal teruggelopen. Hoi. Ik denk dat ik ook een hele stack ga kopen. Ik heb nog maar 5 platinum coins, maar dat boeit me echt op dit moment geen ene neus. Oké, nou we kunnen dan eventjes weer de krant design pakken. Kunnen we vanaf hier. Ik vind hem zo leuker. Dus komt hij er zo. Even kijken. Zo. En dan hierheen. Oké. Nou vraag ik me eigenlijk toch af. Hoe kon ik dat nou het beste doen? Want ik had er toen eentje. Die had ik toen. Een Nejedaya. Die had ik dan daar. Deze die moet gewoon een switch hebben. Dus even kijken. Doen we maar een gewone wall switch denk ik. Dat is deze. Hartstikke goed. En die kunnen we dan gewoon hier neerzetten. Tenminste, is hij die zo te bereiken? Ja, die is zo wel te bereiken. De Grand Design, die kunnen we dan eventjes zo neerzetten. En dan kunnen we dus... Nee. Vanaf hier, zo. En op het moment dat ik dus nou zeg... Switch, komen we automatisch bij ons teleportatiesysteempje hier uit. Nou, dan hoef ik eventjes de draad nou eventjes niet zo oplichtend te zien. Oh, je kunt ze zelfs faded doen, dat is... Je kunt er heel veel mee spelen, daar ben ik wel blij om. Maar nu zit ik heel eventjes te denken, wat was nou ook alweer het systeem wat ik had gebruikt om als je erop liep en dan op beneden drukt, dat hij dan automatisch zou gaan drukken. Dan moet ik heel eventjes kijken, want ik had daar een speciaal trucje voor gevonden. Dus ik ga heel eventjes stiekem kijken hoe dat ik dat ook alweer had gedaan. Oké, ik heb heel eventjes gekeken en het was niet precies zoals ik het in gedachten had. Wat ik had gedaan, dat was niet op pijltje beneden drukken, maar dat was dus puur op... ja, op het moment dat je daar dus heen kijkt, dan zie je dus dat... ja, je loopt er gewoon overheen en dan krijg je dus automatisch... dat zo te zien. Dat je dus automatisch teleporteert. En dat was niet echt de bedoeling. Dus wat ik ga doen is, ik ga gewoon heel eventjes snel hier een teleportatiekamertje van maken. En dat wil ik dus heel erg leuk gaan doen. En deze die moet ik eigenlijk dan ook weer ergens anders zien te plaatsen. Waar ga ik deze dingen in godsnaam eigenlijk plaatsen? Want ik heb hier geen ruimte voor. Oh, dit is echt een ramp. Ik denk dat ik een crafting plekje hier gewoon onder eventjes maak. Want hieronder ben ik ook, dit is leeg. Dus ik denk dat ik al die dingen die we... Ik denk dat we het nog niet eens eigenlijk gebruiken, maar... Nou ja, misschien de divehat of zo, dat we die nog gebruiken. Maar voor de rest, skymail. Ik denk dat we deze gewoon allemaal hier plaatsen. En echt, het zoekt het maar mooi uit. Want ik heb hier echt... Het is te veel troep. Oké, ja, de hardlanter, die moet echt daar weer terughangen. Maar voor de rest, het is echt... Het is zo'n troep. Je kunt er niks mee, het is wel een feit. En zo zit het leven vol met dat soort dingen. Goed, nou, eventjes de geyser heel eventjes hier plaatsen. Heb ik mijn lava charm? Die wil ik ook nog heel eventjes geplaatst hebben. Dat is met de groene draad, oké. Okay. Mag ik heel eventjes naar beneden toe? Dankjewel. En de banners, ja, die wil ik dan hier dus gaan hangen. Ik bedoel, waarom ook niet? Banners. Toef. Niet dat we deze banner hier nodig zouden hebben, maar... Ja, je weet het nooit. Oké, nou, dat ding daar is 2 breed... Oké. En terug. Ik ben zo blij met die lessen die ik van Flareon heb gehad. Eens even kijken. Laatste daar. Oké, ze staan. Grand design. Oh, nee! Woe. Blij dat het maar een klein laagje is. Oké. Geel uit, groen aan. Zo. En... Ja, zo.
Nou zou die het, als het goed is, moeten activeren. Dus laat ik heel eventjes kijken. Hoe? Alle vier gaan ze aan. Mooi. Dat was precies hetgene wat ik van plan was. Nou, dan wil ik heel eventjes snel de rook pakken. En heel eventjes snel dat een beetje zo... Hoi. Wacht eventjes, waar is Flareon? Dank je. En waar zijn... Espion, wil jij nog een keer toekomstbeeld gebruiken? Want serieus, het wordt hier een beetje druk. Dankjewel. En eens even kijken, want ik heb eventjes de ropes heb ik nodig. Dit om dus ook weer leuke dingetjes te kunnen maken. Dus mag ik al eventjes mijn ropes? Ropes. Die stonden bij de materialen, geloof ik. Serieus, ik heb gewoon... Ik denk dat ik één stack even ga verkopen, want ik heb serieus veel te veel ropes. Dit is gewoon puur om dit een beetje zo op te vullen, omdat dat ziet er zo leuk uit. Oh. Beetje te veel van het goede, maar dat maakt niet uit. Eventjes dit dan even weghalen. Doink, doink. Dit hier ook. En een beetje moeilijk om alles zo een beetje te zien, maar dat maakt niet uit. Deze hier, die daar. Beetje zo. En nou wil ik dus daar een beetje een poort effect in gooien. Dus wat ik dan van plan ben is, ja, we hebben... Heb ik een wooden beam per ongeluk weggehaald? Nee toch? Jawel, ik heb wel een wooden beam weggehaald. Foei, stoute ik. Dat is niet de bedoeling. Nee, wat ik dus echt wil gaan doen is nu heel eventjes langs onze painter. Want wij hebben totaal nog niks gedaan met verf. En je kunt daar zo'n leuke dingen mee doen. Waar is onze painter? Hier is onze painter. Daar hebben wij de dye vet van gehaald. En dan wil ik dus black paint kopen. Nou, niet te veel, maar gewoon zoiets. En dan wil ik de paintbrush hebben. Ik wil de paint roller hebben. En ik wil de paint scrapper hebben. En daar kunnen we dus hele leuke dingen mee doen. Je kunt er ook leuke background gaan halen. Maar wij willen gewoon black paint hebben. En ik denk dat ik eventjes ietsje meer ga halen. Want als wij dan naar onze dye vet toe gaan, dan kunnen wij er namelijk dark black paint van maken. En het leuke is, met de equipment die we nou hebben... Wacht, kunnen we deze niet... Kunnen we deze niet super dark maken? Of is het al dark genoeg? Steve, vertel mij deze eventjes. Steve, jij weet alles. Nee, black... Nee, je kunt gewoon alleen maar black paint. Kun je alleen maar gebruiken voor black paint. Oké, nou goed. Wat we dus willen doen, is we willen de black paint... willen we dus hier op deze muur neer gaan zetten. En dan willen we dus met de kwast... dan kun je de achtergronden mee verven. Tenminste, dat dacht ik. Of kunnen we daar... Oh nee, dan kunnen we de teleporter mee verven. Dus dan zien we de teleporter zien we bijna niet. En met de paint roller... kunnen wij achtergrondjes verven. Dus wat ik dan van plan ben, is om dit zo mooi zwart te gaan maken. Dan zien we dus hier een hele mooie deur. Eentje hoger. Leuker. Zo. En dan kan daar de switch zo mooi langskomen. Dus dan geeft het een beetje het idee dat hier echt zo'n deur zit. Misschien wel leuk om een andere kleur eventjes omheen te maken. Gewoon een rood. Weet je wat? We gaan gewoon puur rood. Nou ja, het is de fisherman. Misschien een beetje fisherman style. Dan moet ik heel eventjes kijken. Painter! We zijn ergens mee bezig. We willen iets leuks maken. Kom eens eventjes hier. Eens even kijken. Welke leuke kleuren heb je? Een beetje een oranje deurpost. Dat is ook wel leuk. Maar ik bedoel serieus. Verf hebben we niet. Die heb je nooit te veel. Kunnen we daar nog een leuk mengselmoesje mee maken, Steve? Kun je mij dat heel eventjes vertellen, Steve? Ik ben zo blij dat je terug bent, kerel. Echt serieus. Je bent een gigantische hulp. Ah, hier kunnen we wel deep orange paint van maken. Nou, laten we dat dan ook zekertjes eventjes doen. Gaan we eventjes hier naartoe. Daar staat Deep Orange Paint. Yep. Hebben we aan 10 genoeg? Ik hoop het zo. En als ik me niet vergis, het pakt automatisch hetgene wat als eerste in je inventory zit. Dus als het goed is, zou die automatisch nou naar de oranje toe moeten gaan? Ah, oké, het is bijna niet te zien, maar lekker belangrijk. Ik vind dit gaaf. Ah, misschien leuker om dan... Dan kom ik net twee bloks tekort. Of drie bloks. Even kijken. Ik ben zelf 3 blokken hoog. Twee blokken. Ik ga met 2 blokken. Dus geef me een seconde. Altijd leuk als je net 1 ding tekort hebt. Oké, nou. Waar is mijn paintroller? Waar is... Gaan we nou toch niet vertellen dat ik mijn paintroller heb verkocht? Jeez. Oh, dit menen we! Ik had hem gewoon gegooid. Whoops. Echt.
logica is af en toe bij mij, serieus. Zelf mogen we die deur niet maken, maar ik maak hem toch omdat het kan. Oké, nou heel voorzichtig. Oh. Oeh, gelukkig niet misgeklikt. Wacht even, de twee was... Zo. Nou, groen uit, geel aan. Connecten die hap. En wij hebben onze eerste warp. Yay. Het is niet zo'n gigantische afstand, maar het is juist leuk om het zo eventjes te kunnen maken. Sorry dat het zo lang duurde, jongens. Maar goed, we hebben dus onze eerste warp hebben we dus gemaakt. We hebben het huisje afgemaakt. En voor de rest niet echt veel progress. Maar ik vind het eigenlijk best wel genoeg progress voor deze aflevering. Ik bedoel, we hebben de vorige aflevering was behoorlijk lang. Deze mag dan wel iets korter zijn, maar waarschijnlijk is hij niet zo kort als dat ik denk dat hij nou is. Goed, ik ga eventjes naar het huisje van Awesome Commons, wat echt serieus... Een solar eclipse is happening? Nee, niet nu. Oké, ik zet hem gewoon heel eventjes stil, want anders krijgen we al gelijk de solar eclipse die ik niet wil hebben. Jack Hovland had geschreven, hoor je zelf de Play 20 Gamer nog? Ik vind het echt een leuke serie en blijf vooral doorgaan en deze mag ik niet vergeten. Hoi Eevee en Flareon en Vaporeon en doe de groeten aan Fiverr en aan Glaceon en aan Espeon. Want Umbreon hebben we nog ook niet trouwens, besef ik mij. Maar die komt zeker ook nog wel. Dus Jack Hovland, bedankt voor de leuke comment en voor de rest... Ik ga het correspondent even afsluiten. Voor de rest dank ik jullie allemaal voor het kijken. Heb je nou een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Hashtag teleporteren is awesome. Weet ik veel, verzin er iets leuks van. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. Waarin dat we dus onze eerste solar eclipse gaan beginnen. Ik dank jullie voor het kijken en hoop ik dat ik jullie allemaal zie. Oké, serieus, sommige dingen die gaan hier niet goed. Hopelijk dat ik jullie zie in de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!